De Sony Ericsson K750i is een erg populair toestel onder muziekliefhebbers die hun telefoon ook willen gebruiken om foto's mee te maken. Hij heeft weliswaar iets minder opties dan zijn grote broer, de W800i, maar is daarom dan ook een ietsje goedkoper. De telefoon heeft een uitstekende 2 megapixel camera. Om een foto te maken hoef je slechts het klepje voor de lens weg te schuiven. De telefoon schakelt dan automatisch over naar de fotomodus en is klaar om te fotograferen. De camera levert beelden van een erg goede kwaliteit. Er zijn inmiddels weliswaar betere camerafoons verkrijgbaar, maar met de 2 megapixel die de K750i levert kun je goed uit de voeten. Ook in het donker, want de ingebouwde flitser geeft erg veel licht. Standaard krijg je een 64 MB Memory Stick Pro Duo bij de telefoon, die je natuurlijk uit kan breiden tot 2 GB. Genoeg om al je favoriete muziekbestanden en foto's op te slaan. De mediaspeler speelt MP3 en WMA bestanden af. De ingebouwde speakers leveren een goede kwaliteit, maar bij het maximale volume vervormt het geluid wel enigszins. Bij de telefoon wordt ook een koptelefoon geleverd. Deze heb je nodig als je radio wilt luisteren, want dan functioneert die namelijk als antenne. De ontvangst hiervan is redelijk, maar niet geweldig. Wat erg handig is aan deze Sony Ericsson, is dat je niet beperkt bent tot een meegeleverde koptelefoon. Als je dus graag je eigen oude vertrouwde koptelefoon wilt gebruiken, kun je voor ongeveer 40 euro een verbindingskabeltje met een standaard jackplug aanschaffen. Met de meegeleverde software en USB-kabel kun je de K750i synchroniseren met je computer. Je kunt probleemloos foto's uitwisselen en je contactpersonen, agenda en takenlijst bijhouden. De telefoon beschikt over mobiel internet en POP3 e-mailondersteuning. En uiteraard kun je er ook Java games op spelen. De batterij van dit toestel gaat ook nog eens erg lang mee. Van ongeveer 4 à 5 dagen bij veel gebruik tot ongeveer een week bij matig gebruik. Al met al voldoet deze Sony Ericsson K750i dus aan al je wensen, zowel op zakelijk gebied als voor muziek en entertainment.